Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter WK Zwerkbal. We gaan de laatste twee wedstrijden met de Nordic Team doen op Nimbus 2000 niveau. Ik denk dat we in die laatste paar wedstrijden helaas net niet genoeg tovenaarskaarten gaan halen om ervoor te zorgen dat wij Bulgarije kunnen zijn in het volgende niveau. Dat is natuurlijk wel jammer, maar ja, het is niet anders. We kunnen misschien wel een combo 7 goal maken. Ja, dus dat schiet ons al heel erg op in de eerste match van vandaag. Maar inderdaad, we moeten nog 7 tovenaarskaarten om het te halen. En dat gaat ons denk ik niet lukken. Of we moeten nou opeens heel veel... Kijk dan, we hebben Team Special Move. Dit wordt de snelste wedstrijd ooit, denk ik. Ik ga ervan uit dat in Nimbus 2001 niveau de tegenstander ook veel Team Special Moves heeft. En dat in Vuurflits niveau je zelf nooit meer Special Moves krijgt. En alleen de tegenstander. Maar we gaan het zien hoe het gaat lopen. We hebben hier gewoon twee normale goals gemaakt. Voor veel punten. Dus we zijn lekker begonnen. Maar dus 7 tovenaarskaarten nog. Nou ja, dat gaan we in 2 wedstrijden niet halen helaas. We krijgen er sowieso 1 door het winnen van de cup met Scandinavië. Maar dat is er maar 1. We moeten er nog 7. Misschien dat we nog een andere mooie mijlpaal hebben gehaald. Maar dat moeten we nog even aanzien. Hoe goed de wedstrijd begon, hoe erg ik nu loop te kutten. Nou, dit was een mooie goal. Nice. Nicing on the cake. Lekker. Toch is het een goede wedstrijd hoor, die we aan het doen zijn. Ik hoop dat de nieuwe zwerkopbouw game, dat we daar binnenkort wat meer over gaan horen. Want er is nog niet heel veel van bekend. Maar ik heb wel nu al zin in die game. Ik hoop dat de gameplay iets uitgebreider is dan dit, want dit is natuurlijk best wel simpel. Maar het is leuk voor een serietje tussendoor. Het is trouwens, volgens mij is het tweede kerstdag op het moment dat deze aflevering uitkomt, maar ik weet het niet zeker. Hoppatee. Lekker. Golazo. Niet Yoshihiro Suzuki. Nice. Oeh, we zijn close. Volgens mij was dit een hele snelle wedstrijd. Oh, dat was slecht. Gustafsson, dat was niet heel goed van jou. Ik geef gewoon mijn spelers verschuld, joh. Dat kan allemaal. Net FIFA. Oké, let's go. Oké, let's go. Oh, dit is de snelle snij, toch? Ja, nice. Nice, dit was een snelle wedstrijd. Het duurde maar 4 minuten en de wedstrijd is al voorbij. Lekker, man. Nog 1 wedstrijd te gaan en dan hebben wij de Zwerkbal Cup gewonnen met Scandinavië. Nu is de laatste wedstrijd uit tegen Bulgarije. In het best wel epische donkere stadion. Oké, let's go. Hello there. Today's match comes to you from the Gothic Splendor on
Nice. Like a game on the rest, right? Een outstanding performance, dat wou ik zeggen. Toen heb ik al eens gezegd dat ik het raar vind dat niet per se raar vind dat Bulgarije in de game zit. Alleen dat in deel 4 verliest Bulgarije de finale van Ierland. En Ierland kan je niet eens zijn in deze game. Dan had je gespeeld met Troy, Mullet en Moran. Troy, Mullet, Moran! En de zoeker heet Lynch volgens mij. Ik ben aan het einde van dat boek wanneer het WK is in de vuurwerker. Voor de zevende keer of zo, de zevende read-through. Ik word gewoon altijd blij van Harry Potter, Ring. Lekker! Mochten jullie trouwens into podcasts zijn en into Harry Potter? Ik heb ooit Potterles geluisterd. Dat was wel grappig, want die die had nog nooit Harry Potter gelezen. En die deed zeg maar de podcast was dat hij Harry Potter voor het eerste keer las. En dat hij dus niet wist wat er gaat gebeuren. Dat hij allemaal theorieën gingen doen van, oh maar wat zou er gaan gebeuren zeg maar. Dus dat was wel vet. Alleen die werd later heel erg politiek en zo. En dan hoeft het van mij allemaal al niet meer. Toen ben ik later Swish & Flick gaan luisteren. Was op zich wel leuk. Alleen op een gegeven moment waren de intro's dat ze over alles en nog wat gingen praten. Behalve het hoofdstuk waar ze waren. Dat duurde al 3 kwartier. En toen ben ik ook afgehaakt. En nu luister ik Into the Gryffindor. En dat is van Jonathan en Benjamin Carlin van de Carlin Brothers. Die kennen jullie misschien wel van het YouTube-kanaal Carlin Brothers. Die heeft allemaal theorieën over het algemeen van Harry Potter, maar ook wel van de Hunger Games en nog wel van wat andere. Volgens mij ook een redelijke Disney-gerelateerde dingen en zo. Maar hun weten dus zoveel backstory ook. Dus eigenlijk is het net alsof je Harry Potter luistert, maar dan met backstory en theorieën en zo. Dus dat is wel echt heel erg vet. Ik ben zeer tevreden over die podcast. Oh. Legspike, zagen jullie dat? Oeh, filmpje? Wayo. Nice. Maar zeker de moeite waard. Oh, dit was niet goed. Nou, wat is het voor een kutwedstrijd? Ik wil kampioening worden. Dan wil ik niet dat ik de hele tijd de bal verlies. Oeh, een combo 7. Dat is een hele goeie. Hoppatee. Boom. Kom in. Hier, Levski, een boot tegen je gezicht, ski. Nou, wij doen nog wel een team special move hoor, daar doen we helemaal niet moeilijk over. Siri denkt dat ze me niet goed begrijpt. Dat denk ik ook, Siri. Oh. Clara
Lekker. Woejo, hoe durf je met de special mover? Ik ben verschrikkelijk woedend. Kijk, nu gaan we de snij vangen. Tegen Kruimel, Victor Kruimel. Hoppatee, gevangen. Kijk, blije Scandinaviërs. We hebben de cup gewonnen. Woe! Goodbye. It is with great pleasure that I award this year's Quidditch World Cup to the Nordic team. Yay! Nice. 2 Quidditch kaarten gewonnen. Oké. Okay. Hier dik gewonnen op het thee. Dus nog niet genoeg voor Bulgarije als het goed is. Maar we gaan wel meteen door met het volgende land. In het volgende niveau. We zijn eigenlijk op de helft nu. Van de... Niet helemaal op de helft van de serie, want we hebben daarvoor natuurlijk al Harry Potter gebeuren gedaan. Ja, we hebben hem nog niet geunlocked. We gaan wel Australië zijn. Oké, okay, mate. Nimbus 2001. Tegen Frankrijk. Let's go. Wat wou ik zeggen? Ik weet het niet meer. Maakt niet uit. We zijn Australië. We gaan weer even wat coole... Tovenaarskaart halen in een moeilijk niveau. Ik ben benieuwd hoeveel we daarvan gaan merken. Oeh. Hoppatee. We krijgen nu geen beuker, dat is wel anders. Hé, hey, we hebben een Quidditch card. Kijk. We krijgen nou een tweede Quidditch card, anders gaat het nu wel hard met de Quidditch card. Oh. Hoe is het elke keer dezelfde Quidditch card? Dat zou heftig zijn. Anders kregen we nu heel veel Quidditch cards. Okay, nice. Oh. Oh. Nou. Hoppatee, afpakken die allemaal.
Oké, ze zijn echt wel beter, zeg maar. Dat, is ook, dat maakt het ook wel wat leuker. Nou. Of mijn spelers die weten gewoon niet hoe ze moeten vrijvliegen. Kut. Als je intercept de paas, moet met de takkenbos overal vanaf blijven. Paas gewoon goed, jongen. Maat. Wat doe je allemaal weer lastig? Kijk, kom er 6. Dat was een goeie. Australia. Het gaat best oké nu. Oké. Kijk, een keer een andere animatie. Dat is ook een keer leuk. Nog steeds een zeer goede score. Ze zijn aanvallend wel iets sterker. Kijk maar, ze komen elke keer steeds verder ook. Oh kut, ze gaan zelf scoren. Ja. Dat was niet helemaal mijn bedoeling, maar het gebeurde toch. Kut. Zoveel punten kunnen maken. Niet echt punten, maar wel leuk voor het lokken van de snaai. Om gewoon een hoge combo goal te maken. Waarom vliegt er dan niemand vrij? Maarten en Martinnen. Yo, een tegengoal, die is even normaal. Oh. Ah, oh, dat was gewoon. Damn it. Dat was gewoon een combo 7 die gewoon had kunnen zitten. Stuk langere wedstrijd dan die wedstrijd die we in het begin van deze aflevering hadden. Ze hebben ook een grotere balk dan wat tot nu toe mijn tegenstanders is gelukt.
Nice. Woo! Nice, we hebben hem gevangen. Oh, een doorzichtige scheidsrechter. Dat is ook wel leuk. Ah, oh, er was maar één Quidditch card. Dat leek erop heel veel. Dat is jammer. We gaan wel even saven. En ik wil deze aflevering graag beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.